Steve Ross staat model voor het seizoen van Upstairs weer tot nu toe. Het is net een achtbaan, veel ups en downs. Met nog één wedstrijd voor de boeg staat de ploeg zevende en de vraag aan Steve Ross is of hij daar tevreden mee is. I think it's probably not where we wanted to be at the beginning of the season. We wanted to make playoffs, of course. We didn't think with the team we had we'd be fighting between seventh and eighth spot all the way to the end. So that was a little bit of a disappointment, but it is what it is. And now we're here, and there's been ups and downs. We've had a lot of roster changes, guys coming in, guys coming out. But I think we're coming together at the right time. So I think going to the playoffs, everyone feels pretty good about what we're going to do. Hoog bezoek voor de laatste competitiewedstrijd in Weert. Tom Boot, 14 keer kampioen als coach, gaf een lezing in de Business Club. En daar was hij, Hans van Breukelen, oud-doelman van Oranje, aandachtig toehoorder. En Matt Bouwscher, topscorer van Leeuwarden, de tegenstander van vandaag, moet ook toekijken. Zit met een enkel blessure op de bank. En dan mis je dus een man die goed is voor gemiddeld 22 punten per wedstrijd. Dat komt hard aan bij Leeuwarden, dat al 3 keer verloor dit seizoen van Weert. Maar hier scoort via Rijn van der Kamp, die sterk aan de wedstrijd begon. En de ploeg uit Friesland neemt dan ook meteen een voorsprong van 11 tegen 6. Maar dan wordt Jason Klotz in stelling gebracht. Hij scoort de eerste 6 punten van Weert. Moet daarna wel uit omdat hij de snelle man van de tegenstander Keith Spencer verdedigend niet kan houden. Marcus Jackson paast de bal uit naar buiten. En dan Steve Ross met de score. De man die de laatste weken in bloedvorm verkeert en goed is voor 20 punten en bijna 10 rebounds gemiddeld per wedstrijd. Hugo Sterk, ook ingebracht al vroeg in de wedstrijd door Olly van Kempen, die iedereen liet spelen in die laatste wedstrijd, mist hier. En dan opnieuw Rijn van der Kamp met de 3-punter. Had 11 punten voor de rust en 3 uit 4 achter de 3-puntslijn. Leeuwarden kijkt aan het eind van het eerste kwart tegen een achterstand van 4 punten aan. De ploeg die tiende wordt, de play-offs niet meer kan halen, maar wel weer uitschakelde in de kwartfinale van de beker. Sonny Waalwijk voor de Vriezen mist dan en dan de breek eroverheen van Weert Omni Smit. Een onmogelijke bal, maar op een of andere manier krijgt hij hem er wel in en zo loopt het verschil op naar 7 puntjes. En Upstairs Weert is vast van plan om vandaag een einde te maken aan een losing streak, zo heet dat, van 4 wedstrijden tegen Bergen op Zoom, Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Daar leden ze een dikke nederlaag van 30 punten en hier de tip in van Marcus Jackson. Hij heeft veel problemen met zijn knieën dit seizoen. Kreeg de afgelopen weken veel rust, maar mag nu wat speelminuten maken om in vorm te komen voor de play-offs. Tip in is van Keith Spencer, de man die in het eerste helft heel goed was voor 11 punten en een hele goede wedstrijd zou gaan spelen voor ARIS Friesland, verklap ik alvast. Hier de dunk van Jamie Miller, en het verschil wordt teruggebracht tot 4 punten en ARIS Friesland had veel succes met een zonepress en een zoneverdediging in de eerste helft waar Weert geen raad mee wist. Dat lukt beter in het derde kwart. Steve Ross, wie anders, is dan ook echt los en schiet 50-43 op het scorebord als we aan de tweede helft zijn begonnen. Maar het antwoord komt van Keith Spencer, die in het derde kwart 15 punten zou scoren voor de Vriezen. 54-53, verschil nog maar 1 puntje. En dus hangt ARIS Friesland goed in die wedstrijd. Maar er is bij Weert één man waar je altijd op kunt bouwen, zeker de laatste weken, en dat is Steve Ross. 19 punten in totaal, 7 uit 9 schoot hij en 3 uit 3 achter de 3-puntslijn. Hij pakt ook nog eens 7 rebounds. Kortom, weer een goede wedstrijd van Steve Ross. Hier paast hij de bal door naar de zijkant naar Omni Smit. Zet dan ook het blok. Smit er langs met de drive, paast hem naar buiten. Niels Voorhout, de man van het vuile werk met de 3-punter, had 9 punten in totaal en 2 uit 4 achter de 3-puntslijn. Verschil aan het eind van de derde kwart, 68-63, 5 verschil, nog altijd kansen voor de Vriezen. Die toch graag afscheid nemen van dit seizoen met een overwinning. En dan het liefst tegen Weert waar ze nog niet van gewonnen hebben. En dat kan als Miller hier scoort 71-65 het verschil weer terugbrengt naar 6 punten. Hij had er 16 in totaal. Kan ARIS Friesland, topscorer van de Nederlandse Eredivisie, Matt Bouwscher houden? Het lijkt er niet op. Die zal waarschijnlijk voor volgend seizoen ergens anders gaan spelen voor veel meer geld. Jeremy Ormskerk scoort hier voor Weert 74-65. Een van de 5 mensen in de dubbele cijfers. Hij had 10 punten en ook hij speelde een goede wedstrijd. Bob van den Ende paast hem naar Spencer. Daar stond vandaag geen maat op. 34 punten, 13 uit 23 en 17 rebounds. Maar het was niet voldoende voor ARIS Friesland. Want daar Jason Klotz in de kluts. Jawel, die woordspeling mag vandaag. Hij zet op het scorebord 85-73. En dan mag Bart Tooms uiteindelijk de wedstrijd in het slot gaan gooien. Ook een van de jonge spelers die speeltijd krijgt. Daar komt hij met een jumpshot. En zo wint Weert deze wedstrijd met 93 tegen 82. Ja, Pete Miller staat erbij en kijkt erna. Hij kon er ook niks aan veranderen. Want tegenstander Weert was eenvoudigweg te goed vandaag. Schoot met scherp. 32 uit 64, dat is 50%. En Weert kan zich dus gaan opmaken voor de play-offs, coach van Kempen.
Nou, dus play-off is altijd de vorm van de dag. En tegen wie we uitkomen zal heel belangrijk zijn. Ik denk dat Den Bosch en Amsterdam een goede match kunnen maken. Ja, Groningen als ze tweede worden. Ja, dat wordt niet makkelijk. Ja, dat weet ik ook wel. Maar Den Bosch uit is ook niet makkelijk voor ons. Daar hebben we nog niet goed gespeeld. Dus, of één wedstrijd misschien wel. Maar ik denk wel als de koppeltjes één richting toewijzen, denk ik dat we toch gefocust zullen zijn om toch die eerste wedstrijd te pakken. Want dat moet je doen. Je moet toch uitwinnen om verder te gaan. Weert eindigt het reguliere seizoen op de 7e plek. De play-offs beginnen op donderdag 23 april met een uitwedstrijd. En op zaterdag 25 april speelt Weert thuis in de eigen Upstairs Arena.